Dit is Woudrichem in juni van 2008. In het vestingstadje is het even 1944. 150 figuranten werken mee aan oorlogswinter. Ik heb 4 dagen meegedaan. Het waren 4 mooie dagen, leuke dagen. En ik heb daar een bijzonder prettig gevoel bij. Dit is datzelfde Woudrichem, gisteravond. Bij een kleine bioscoop een rode loper en bij binnenkomst champagne. Oud-figurant Katrien Brandenburg kreeg het onmogelijke voor elkaar. Ja, gezellig hè, al die mensen. Ja, heel leuk. Een figurantenpremière. Ik heb contact gezocht met de bioscoop. Omdat het heel leuk was natuurlijk dat zoveel mensen meegedaan hebben om hem samen te zien. Het leek ons heel gezellig om dat met elkaar te bekijken. Ik was figurant. Civilian, dus ik was een... kennis van de burgemeester, denk ik, of in ieder geval een bekende. Er is 1 stukje waarvan ik denk dat dat wel opgenomen is. Ja. Ik moest iemand op een gegeven moment, die kwam langs, die had honger, en die moest ik eieren geven. Maar niet iedereen had de garantie gehad dat hij ook echt in de film zou zitten. Dat weet ik niet. Dat is overnieuw gedaan, dus ik weet niet of ik erin zit. Na het gedrang om de felbegeerde figuranten VIP-kaarts was het zitten, kijken en loeren naar jezelf. Na 1,5 uur was bekend wie wel en wie niet in beeld was. Heb je jezelf teruggezien? Ja, zeker te weten. Ja? Ja? Heel leuk. Vond je het mooi? Ja, ik vond het heel mooi. Hele mooie film. En u? Ik ook. Ja, als Canadese soldaat. Oorlogswinter. In Woudrichem willen ze de film nu al een Oscar geven. Ik ga heel tevreden naar huis.